ik sta bij de Antoniuskerk. Ja, het is een beetje winderig, maar het is regenachtig winderig. En ik zie nou in één keer dat daar ook nog een stuk zeil hangt. Ze zijn ook bezig met de verkoop van de Antoniuskerk. Ik ga even binnen staan, want het gaat regenen. En hoe? Maar daar kwam ik eigenlijk niet voor. Want ik had eigenlijk echt wel iets moois. Hier hangen hele mooie foto's van dames. En ja, ik ken er een aantal. En misschien kennen jullie ook een aantal. Maar er is een hele mooie fotoreportage. En daar staat hier Monument voor de Tijd. Een ode aan de vrouw. Joost is hier, Joost is daar. Hij vocht over altijd, maakt niet uit waar. Door stad en land, altijd iets aan de hand. Met zijn camera in de hand, vult hij door heel het land. Yeah, yeah. Joost de Houten, Joost, altijd paraat. Yeah, yeah. Met zijn vloggen bent hij fun en daad. Yeah, yeah. Iedereen kan zien wat Joost heeft gedaan. Joost, de volgende man gaat nooit verloren in de waan. Ja, het was grappig. Kennissen uit Vlaardingen. Ja, je loopt hier en ja, te grappig. Lang geleden, maar in ieder geval, ik was hier bezig met, dit is door het Cultuurfonds samengemaakt met gemeente Oosterhout. Dit is een project van Stichting Waardemakers, maar het is echt, gaaf. Dus ik ga even stuk voor stuk, want elke keer dacht ik, oh ja, dit wil ik eigenlijk nog laten zien, want het is best wel een verborgen iets. Zit in de Antoniuskerk en ja, gewoon mooie foto's. Je hebt de foto's gezien. Er staat ook achter de schermen. In de hoeken van de samenleving komen steeds meer mensen samen om iets te doen voor een ander. Een luisterend oor, een troostend schouder, een uitgestrekte hand met een kopje koffie, uitdeling van kleding, huisraad of het geven van vrije tijd of initiatief van een persoon bestaansrecht te geven. Moeilijke woorden in ieder geval. Het samenkomen en ja, samen zijn en de powervrouwen. Dit is gewoon mooi. Dus, ja, echt leuk om te komen kijken als je daar zin en tijd voor hebt. En dan kunnen we gelijk door naar het kapelletje. Want daar zit er aan vast. En dan kunnen we ook nog in de Antoniuskerk kijken. Het is een beetje afgeschermd, maar ja, zoals draaien hier de camera.
En dan heb ik dus begrepen dat dus uiteindelijk de Antoniuskerk wel verkocht wordt. Er was ook heel veel interesse voor. Maar het moest wel behouden worden zoals het was of zoals het is. Dus ik ben heel erg benieuwd wat voor projectontwikkelaar of wat ze hier willen gaan doen. Of wat hier uiteindelijk dus gaat gebeuren. Dus heel erg benieuwd. Ja, het is wel echt, ja, het is een mooie locatie. En ik ben wel benieuwd wat ze ermee gaan doen. Het zou mooi zijn dat het behouden wordt. En daar waren ze ook voor aan het strijden. Dus daar gaan ze ook al voor. Het is toch een bepaald beeld in Oosterhout, hè? Zo hier de rotonde waar je voorbij rijdt. En dat is belangrijk. Dus ja. Dus ik zou zeggen, kom kijken. Even beter in het licht gaan staan. En dit is gewoon een unieke locatie. En top. Dus ja. Ik kan er weinig aan toevoegen. En als je een keer rond wil kijken, want ik heb hier ook nog gefilmd. Die staat online. Hallo. Dus die staat online, die film. En dan kun je ook helemaal boven in de toren meekijken. En dat. Dus ik ga afronden. En ik zou zeggen tot volgende week. Want volgende week ben ik er weer. Waar weet ik niet. Misschien iets uitgebreider. Maar ik ben er weer wel.